Dit is Dico Koppers. De basis longt zondag tegen Feyenoord. Al wil Frank de Boer dat nog niet bevestigen. Dat is een mogelijkheid, ja. We zullen het zien zondag, hè. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ja, Blind, Koppers, Anita. Koppers zal waarschijnlijk op de linksbackpositie spelen, omdat Eno geschorst is. Daarom schuift Anita door naar het middenveld, omdat de Boer Theo Jansen wil handhaven als linkshalf. En dan wil de Boer niet zeggen of Koppers speelt, wel wil hij wat kwijt over wat voor voetballer het is. Vals snel eigenlijk. Hij is sneller dan men denkt. En ja, zoekt altijd voetballende oplossingen. Nou, daar ben ik meestal wel een voorstander van. Het is dus Ajax Feyenoord, de klassieker. Voor het eerste jaar komen de Rotterdammers met een voorsprong op Ajax naar de arena. Ja, het is natuurlijk nog steeds een beetje het begin van het seizoen. En er gebeurt altijd van alles hier. En, we hebben natuurlijk niet onze beste reeks. Maar ik vind toch dat we op de goede weg zijn.